Oké, dus de kissing. Jongens en meiden, juist. Voordat jullie deze video kijken, ik wil jullie even duidelijk maken. Deze video is niet om je bang te maken, hè. Rustig maar. Doe maar gewoon rustig. Lief. En er is niks aan de hand. Ja, alleen dat ik het echt fucking warm heb en dat ik echt dik aan het zweten ben. Maar dat ruiken jullie toch niet. Maar ja, ik ruik dit wel. Dat... Voor jullie is er niks aan de hand. In ieder geval, welkom dus weer zo bij een nieuwe video. Je hebt het al aan de titel gezien. What the fuck? Wow. Damn! Zoals ik al zei, deze video is niet om je bang te maken. Ik zat dus lekker hier zo op mijn stoel. En op een gegeven moment klopte er een lelijk varkentje aan. Oftewel Mel. Grapje, je bent niet lelijk, ik hou van je Mel. Mijn zus. En wat ze zegt, Gio, moet je dit eens lezen? En toen dacht ik, Mel, dit is de laatste dag hier in dit huis. Maar nee, nu dus eventjes serieus inderdaad. Dit is dus wat Melanie mij liet zien. En het, ik dacht van, oké, gezellig, hartstikke leuk. Doe trouwens alvast een blauw duimpje hoor. Als we op deze video de 20.000 likes kunnen halen, dan zou dit super vet zijn. Maar wat er dus is, opgelet. Dit insect is opgedoken in Nederland. Dood of ontwijk het als je het ziet. Dit is de reden waarom. Kijk, op zich, ik vind het beest op zich er nogal schattig uitzien. Het ziet er op zich nog best wel lief uit. Zo'n lief schattig oogje en zo. En verder is het, ziet het er niet heel eng uit of zo. Nu moet ik zeggen, we zijn natuurlijk allemaal wel eens bang voor insecten. We zijn allemaal bijvoorbeeld wel eens bang voor spinnen. Standaard reactie als iemand een spin ziet. Oké, denk je even in dat mijn telefoon de spin is. Goedemorgen. What the fuck? Veel scuit in de camera, doe eens gedaan. Hey mam, er zit een spin achter je. Wat? Er zit een spin achter je, mam! Ah, nee, gadverdamme, Gio! Gadverdamme! Spinnen, mam! Echt bang, mam! Goed geacteerd, Mattie! Zieke Dutch tuber dingen! Nice! Doe normaal, man. Ja, dat is. Maar er zijn ook mensen die geven er gewoon geen fuck om als de een of andere dikke tarantula in hun fucking kont gaat zitten. Waarom nou weer kont gaat, Gio? Als er een tarantula op hun knie zit. Ja, sommige mensen houden ervan om te knuffelen met spinnen. Maar wat het dus inderdaad is, de kissing bug, of hoe dan ook, komt naar Nederland. Dit artikel is van 6 juni 2016, als ik het goed zeg. Ja, ja, en dus een insect met de naam kissing bug mag misschien wel een schattige naam hebben. Ja, kissing bug. Kussend fucking insectje. Maar de beet kan gevaarlijk en dodelijk zijn. Zoals ik al zei, ik ga weg hier. Ten eerste, het beest ziet er dus zo uit. Echt, maar het beest houdt er dus van om rond de mensen neus te zitten en de mond. Zit er wat bij mijn mond? Zit er wat bij mijn neus? Nee, oké, niks. Ik ben helemaal veilig. Hartstikke mooi. Top. Juist. Nogmaals, deze video was niet om je bang te maken. Zeker niet. Als je bang bent, ik ben ook niet bang. Ik ben niet bang. Nee. Mama. Maar jongens, de oplossing die is er. Manieren om jezelf te beschermen. We zijn allemaal veilig. Rustig maar, we zijn allemaal veilig. Verwijder scheuren in je huis. We zijn niet meer veilig. Fuck it. Fuck it. Oké, zitten hier scheuren in mijn muur? Zitten er scheuren in mijn huis? Scheuren in mijn huis. Scheuren in mijn huis. Scheuren in mijn huis. Zitten er scheuren in mijn huis? Ik ben gewoon nog veilig. Fuck die scheuren. Zullen vast niet de scheuren zijn die ze bedoelen. Doe regelmatig een controle op je huisdieren en kinderen. Let's go. Let's fucking go. Okay, jullie gaan heel goed luisteren nu. Jullie gaan heel goed luisteren nu. Jullie gaan luisteren. Jij. Nee, niet weglopen. Jij. Hier komen. Jongens, luister. Het is voor jullie eigen bestwil. Moest je niet weglopen. Het is voor je eigen bestwil. Moest je? Oké. Nee? Niks? Zijn jullie veilig? Ben je veilig? Verwijder stapels, houten en stenen van je woonomgeving. Oké, gelukkig heb ik dat niet. Fucking stenen. Oké, dus de kissing bug komt naar Nederland. En letterlijk elke fucking oplossing werkt niet voor mij. Love my life. Nou jongens en meisjes,
Dit lieve beestje komt dus naar Nederland. Weet je wat? Wees er maar gewoon niet te bang voor. Oké, neem het maar gewoon niet te serieus wat ik zojuist allemaal gedaan heb. Dankjewel. Ja, ik wil niet dat jullie nu nachtmerries gaan krijgen. Dat jullie nu nooit meer naar mijn video's mogen kijken van je ouders. Neem het maar gewoon niet te serieus. Wees maar gewoon niet te bang, oké? Het komt vast wel goed. Er zijn zo vaak van dit soort onzin dingen op het internet te vinden. Om mensen bang te maken. Die sites moet je gewoon niet altijd geloven, oké? Rustig maar. Ik ben ook niet echt bang natuurlijk. Rustig maar, oké? Ga gewoon straks lekker op de bank zitten. Plof lekker neer. Pak een appelsapje. Pak je huiswerk. Nee, ik heb geen huiswerk. Wel huiswerk. Pak je huiswerk. En ga lekker wiskundesommen maken. Of je doet gewoon waar je zin in hebt. Wat ik ook altijd doe, hè. Weet je wat? Fuck it. Ga lekker YouTube kijken. Gun ons YouTube money. Prank. Maar, jongens en meisjes. Wees er niet te bang voor. Het komt vast niet allemaal zo helemaal naar Nederland. En wees er maar gewoon niet te bang voor, ja? Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe er eerst een blauwe duimpje omhoog. Als je dat nog niet gedaan had. En dan wil ik jullie... Ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zeg ik... Laat het op! Weet het op! Weet het op! Ik leef gewoon nog. What the fuck? Oh, er zat niks. Het was een pluisje van mijn kleding. Later. 2 beats with S-G-O-G-L. Hey, liefje.